De jaarvergadering van de New Petroleum Producers Discussion Group is gisteren van start gegaan. De New Petroleum Producers Discussion Group is een project van het in Londen gevestigde Chatham House, de Royal Institute of International Affairs. Deze wordt van 15 tot en met 20 oktober in Paramaribo gehouden. Staatsoliemaatschappij Suriname NV is gastheer van dit evenement. Gisteren is er gestart met een aantal trainingssessies. De tweedaagse groepsdiscussie is vanmorgen geopend door Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Gedurende deze twee dagen wordt er gediscussieerd over zaken waarmee opkomende olielanden te maken hebben bij de ontwikkeling van hun petroleumsector. Op 18 oktober wordt er een seminar gewijd aan Suriname met als doel awareness te creëren bij belangrijke gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties voor nog te ontwikkelen beleid bij een mogelijke oliefonds. Het project is een samenwerking tussen opkomende olie- en gasproducenten gericht op capaciteitsversterking en behoorlijk bestuur, waardoor internationale partners eerder geneigd zullen zijn met hen samen te werken. Valerie Marcel van de New Petroleum Producers Discussion Group zegt dat na elke vergadering de richtlijnen voor de petroleumproducenten worden aangevuld en aangescherpt. This year, our focus is on building a sustainable relationship with oil company operators. And this is a really crucial issue, and I think we're sort of mature as a group to tackle this one. We'll be thinking about how we can anticipate and avoid future problems in that relationship by choosing the right companies, by establishing appropriate regulatory systems and financial procedures, by thinking about the incentives that we build in for the outcome we want, the incentives for good operational performance, incentives for cost control. The second day, tomorrow, will be more focused on the capacity, on developing the capacity to be a good steward of the national petroleum sector. And tomorrow in particular, one thing that I'd like to draw your attention to is the breakout sessions, which will really have a very practical focus. The aim will be to work together to come to practical outcomes and tools for the group on very specific issues. And we'll go more into that a little later today. Valerie Marcel van de New Petroleum Producers Discussion Group. Deze organisatie houdt vanaf gisteren 15 oktober tot en met 20 oktober haar jaarvergadering in Suriname. De Staatsoliemaatschappij Suriname NV is gastheer van dit evenement.